Vierdaagse of niet, Roze Woensdag gaat natuurlijk gewoon door. Voor deze tweede wandeldag stond dit jaar een Pride Walk van Stichting Roze Woensdag op het programma. Die eindigde bij het Valkhofpark. Ja, de Pride Walk die ze georganiseerd had, ging door het stukje van de binnenstad in Nijmegen. En ja, wat ik wel belangrijk vind om ook nog even te zeggen, is dat de diversiteit waar de Stichting Roze Woensdag voor staat, is natuurlijk ook een van de kernwaarden van de Vierdaagse. Wij proberen met alle middelen die we tot onze beschikking hebben toch nog één dag per jaar in Nijmegen stil te staan bij de zichtbaarheid van de LHBTQ+ gemeenschap. En we hopen acceptatie te bevorderen door ons lekker te laten zien hoe leuk wij zijn als gemeenschap. Als ik heel eerlijk ben, was dit geen tempo, dit was slenteren en zeker geen wandelpas. Dus ik vond het een zware opgave. Toen ik nog heel jong was en nog niet uit de kast was, toen zag ik dankzij Roze Woensdag in deze stad dat het mogelijk was om me veilig te voelen en mezelf te zijn met mensen die zijn zoals ik. Dus als wij ons laten zien, dan lopen er allemaal kleine Erikjes rond van 17 die uit de kast durven te komen. Het is niet per se bedoeld voor de hetero gemeenschap van hey, accepteer ons, maar ook meer voor mensen accepteer jezelf.